Hallo, dit is het Groot Galmplein. Het is de ingang van de parkeergarage. Hier ziet u de ingang van de GGD en de ouder- en kindcentrum. Dit is ook de school GGD. Mag ik u wat vragen? Ja hoor, dat mag. Wat vindt u eigenlijk van het Galmplein? Ik vind het Gelderlandplein een erg leuk plein. Erg veel variatie, erg een leuk plein. Mag ik u wat vragen? Ja hoor, jij mag wat vragen. Wat vindt u eigenlijk van het Galmplein? Ik vind het wel gezellig eigenlijk. En wel makkelijk alle winkels bij elkaar. Wat vindt u eigenlijk van het Galmplein? Wat vind ik daarvan? Ja, nu een beetje rommelig. Want voor deze winkel kom ik en is die gesloten. Vanwege de verbouwing. Dat is heel jammer. Ja. Gaat u wat vragen? Ja hoor. Wat vindt u positief van het Galmplein? Dat het overdekt is. Hier ziet u de bakkerij Jonge Jan. Naar welke winkel gaat u dan? Naar de Hema. Naar Brokker. En eventueel naar een plantenzaak of zo. Oké, dankjewel dat ik u mocht in. Ja hoor. Oké, veel plezier en veel succes. Dag hoor. Naar welke winkel gaat u het meest? Albert Heijn, Esprit. Brokker, sigarenwinkel, Ethos, dierenwinkel en mijn favoriete Douglas. Dankjewel dat we u mochten interviewen. Oké, vond het hartstikke leuk. Goed gedaan. Naar welke winkel gaat u het vaak? Naar Albert Heijn. En naar de modewinkels. Natuurlijk. Wat vind je eigenlijk van het Galmplein? Het is heel gezellig. Je hebt hier alles. Okay. Hallo, mag ik u wat vragen? Ja hoor, mag best. Wat vindt u positief van het Galmplein? Het is dat het overdekt is. Dat is natuurlijk fijn als het regent. En er is een hele grote variatie aan winkels. En er is La Place. En dat vind ik heel erg leuk. Mag u wat vragen? Ja, mag. Wat vindt u eigenlijk iets positiefs van het Galmplein? Ik vind het leuke winkels en lekker rustig. En lekker overdekt, hè. Hallo, mag ik u wat vragen? Jazeker. Wat vindt u iets positiefs van het Galmplein? Dat er een aantal winkels zitten waar je altijd wel van naar binnen kan. Zoals Blokker, Hema. Gelderlandplein geweldig. Ik ben er niet weg te slaan. Naar welke winkel gaat u het vaak? Meestal naar de Albert Heijn. Meest naar deze winkel of ook naar andere winkel? Nee hoor, want ik woon in Bussum en ik kom zo één keer in de 3 maanden ga ik hier naartoe. Oké, bedankt dat we u mochten interviewen. Graag gedaan, succes. Naar welke winkel gaat u het vaak? Ik denk Ethos of Albert Heijn. Oké, wat vindt u van dat ze niet meer roken op het Galmplein? Dat vind ik heel goed, want ik zelf rook niet. Oké, bedankt dat we u mochten interviewen. Oké, geen dank. Naar welke winkel gaat u het vaak? Naar Blok. Kledingzaak, dame en boeren. Vindt u het beter dat ze nu niet meer roken? Oh, dat vind ik geweldig. Ja, daar heb ik op gewacht. Naar welke winkel gaat u het vaak? Albert Heijn, voor de boodschappen. Blokker, Hema ook. Dit is leuk van de garage. Het eerste anderhalf uur is het gratis. Dit is de betaalautomaat voor de parkeerkaarten. Vindt u het nu beter dat er niet mag gerookt worden? Ja, vind ik heerlijk. Want ik rook zelf ook niet. Oké, bedankt dat we u mochten interviewen. Heel fijn. Vindt u het beter dat er nu niet wordt gerookt?
Ik vind het wel prettig, want ik rook zelf niet meer, maar ik heb heel veel gerookt. En toen vond ik het heel vervelend als het niet mocht. Dus voor de rokers is het vervelend, maar ik vind het nu zelf prettig. Vindt u het ook beter dat er nu niet gerookt mag worden? Ja, maar ik ben zelf een niet-roker, dus. Oké, dankjewel dat u mocht in. Graag gedaan. Kom op, konijntje, doe maar wiebelen, wiebelen. Kom op, konijntje, doe maar wiebelen, wiebelen, huppa. Kom op, konijntje, doe maar wiebelen, wiebelen, huppa. Is het Galmplein? Je ziet nu het Galmplein en de winkels van buiten, niet die binnen zijn. Drop down.